Yo, Nintendo fans! De zon schijnt. Ja, buiten misschien niet, maar wel in Super Mario Sunshine. Oh, wat gebeurt hier? Dit is Bowser Jr. Junior Bowser, die zit even daar met iets in zijn handen te chillen. Ik start de game op en ik zie gelijk die blauwe dude daar zo. Die moeten we eens even gaan aanpakken. Hallo. Ja, wil jij eventjes terugkomen alstublieft? Ik weet niet wat je in je handen hebt, maar het ziet er best wel redelijk uit als een power-up. Dus als je die even wil laten vallen, dan zou ik daar gelukkig van worden. Geef mij deze power-up. Dankjewel. Kijk, hoppakee. Dit is de turbo nozzle. En dat is helemaal mooi, want die kunnen we nu blijkbaar hier gebruiken. Oh, wow, die is vet. Dan kunnen we kaart gaan rennen. Dat is lachen. Kan ik dan over het water rennen of zo? En dan kan ik dan hierop... Ik kan ongetwijfeld niet hier... Oh, ik kan wel... Oh, oké. Dat ziet er vet uit. Maar dat is niet voor dat stukje. Dat betwijfel ik. Jumping. Het is super grappig. Kan ik misschien daarop springen? Go Mario, go. Oké, nee. Nou, weet je wat? We gaan gewoon naar Pinna Park. En dan gaan we hier nog even wat shijntjes pakken. Want hier moeten we er ook nog 3. En hiervoor moeten we waarschijnlijk in het reuzenrad gaan zitten. Oh, die gaat nu echt super snel. Wat is er met dat reuzenrad aan de hand? Kijk dan, hij gaat helemaal los. Oh, daarom. Er zit daar zo'n droepie boven. Dus even kijken of we in de buurt kunnen komen, hoor. Misschien moet ik eerst even dit weer hier weghalen. Kijk, dan hebben we weer een blauw muntje. Oh, wat? Waar komt die opeens vandaan? Die komt echt zomaar opeens. Oké, jongens, wat is er met het reuzenrad aan de hand? En wat kunnen wij daartegen doen? Oké, zij vragen zich af wanneer het reuzenrad weer gemaakt is. Gaan we eens even kijken aan de achterkant van het reuzenrad. Want kijk eens, misschien kunnen we wel via deze kant gewoon lekker omhoog. Ah, ik denk dat dat inderdaad de bedoeling is. Even kijken welke knop ik ook weer moest hebben om dit te laten draaien. Niet deze knop. Moet ik toch gewoon slaan? Of moet ik dan precies hierop slaan? Hè? Het werkt niet. Dan doe ik het gewoon zo. Oh, wacht even. Ik kan met mijn plantenspuit kan ik dat blijkbaar doen. Ik weet niet waarom ik altijd plantenspuit zeg. Ik vind het gewoon net een plantenspuitje. Oh, kijk. Oké, die camera die draait dus zo ver dat je af en toe gewoon aan de achterkant van het gebouw zit. Nice. Ik moet dus blijkbaar ongeveer deze camera houden, want anders dan gaat dit allemaal niet goed. Oké, jump. En go. Go, Mario. Oh, wat? Het wordt weggehaald. Wat is dit trouwens? Hier zie ik ook blokjes. Kan ik hier iets mee? Kan ik dit ground pounden of zo? Nee? Hierboven staat ook weer zo'n M. Kan ik hier zo tegenaan springen dan? Ja. Oh, dan krijg ik een one-uppie. Lekker. En dan misschien de M daar nog weghalen. Hoppakee. Blauw muntje erbij. Nou nog even erachter komen hoe we hier omhoog komen. Moet ik dan van tevoren even zo... Misschien is dat het. Misschien moet je dit gewoon timen. Of ja, timen. In ieder geval van tevoren bepalen waar je op wil of zo. Oké, ik heb het nu voor elkaar dat ik hier aan hang... En nu? Waar moet ik überhaupt naartoe? Ik moet nog verder omhoog, denk ik, of zo? Ik ga gewoon springen en dan wil ik nu... Ja, dan kom ik hier vast te zitten achter een of andere stang. En dan lig je weer beneden. Ah, wat een fijn level dit. Nintendo, had hier even wat aan gedaan, alsjeblieft. Volgens mij kon ik die beesten er wel aftrappen. Als ik dan zo nu sla, kijk, ja, dan zijn die in ieder geval weg. Nintendo heeft hierbij echt zijn best gedaan om het level zo rot mogelijk te maken om te spelen. Ik ga hier springen... Dan kom ik... Dan zit je... Ik kom je gewoon klem te zitten in de freaking muur. Waarom gebeurt dat? Oké, zo. En dan... Nu wil ik deze kant van de tralies vastpakken. Ja. Zodat ik hem kan slopen. Ik kan me niet voorstellen dat dit de manier is waarop ik dit moest doen. Maar ik heb het zo gedaan. Dan kan ik nu in ieder geval hier doorheen misschien. Dan ga ik nu weer terug hier naartoe. Dan zou het best chill zijn als ik mijn water weer kon verzamelen. Want hier is tenslotte een waterval. Maar dat gaat ook niet. Nee, natuurlijk gaat dat niet. De level designer van dit stuk in Mario Sunshine. Ik hoop dat die onderhand ontslagen is, jongens. Want kijk, nu zit de camera er weer voor. Terwijl ik gewoon zo van links naar rechts hier overheen ga. Dit is verschrikkelijk. Ik weet dat ik altijd een hele positieve YouTuber ben. Maar dit level... Degene die dit level heeft gemaakt, die moet gewoon even ontslagen worden. Nu kan ik hier omhoog. Nee, dus nu moet ik wel aan de buitenkant terecht zien te komen, denk ik. Misschien moet ik gewoon hierop gaan staan. En als ik dan hierop sta, dan kan ik hier uitspringen. Gewoon zo. En dan kan ik nu hier naartoe vliegen. Ja. Oké, kan ik nu ook hier omhoog? Ja. En dan... Ja, dan ben ik nu hier. Oh. Oh. Gaan we er komen? Ik wedde dat ik nog een keer naar beneden ga vallen. Of kan ik hem nu gewoon zo, hoppakee, eraf beuken? Ja hoor. Zet alleen niet de zee onder stroom, alsjeblieft. Ja, hij is weg. Hij is weg. En daar beneden is de shine en die komt naar boven. Hoef ik nu geen moeite meer te doen? Ja, ik moet nog superveel moeite doen zo te zien. Want ik moet daar nog naar boven. Oh, maar dat zou wel in zo'n wagentje kunnen nu. Ik zie daar trouwens nog iets.
Zien jullie het ook? Hier dus, zit nog wat op de vloer. Hoppakee, haal dit even weg. En dan komt er aan de andere kant een blauw muntje uit. Hoop ik dat we dat op tijd gaan redden en dat ik er niet keihard vanaf donder. Dat dus. Ik denk toch echt dat ik boven op zo'n karretje moet springen. Toch? Ja, oké. Maar dat kan alleen... Dat kan alleen vanaf hier. Ja? Oké. We kunnen blijkbaar toch op het reuzenrad, maar niet in zo'n karretje. En we hebben deze shine eindelijk te pakken, jongens. Dit is echt het slechtste level uit Mario Sunshine. Ik kan er niks anders van maken. Opnames duren nu al 28 minuten. Bijna een half uur voordat ik dit level heb uitgespeeld. De 30ste. Hey, hij heeft weer wat in zijn handen. En daarmee kunnen we blijkbaar naar die buis daarboven. Stond hij nou ergens hier op een van deze daken? Ik hoor hem. Hij is daarachter. Ja, hij is daar. Hij is hier. Pak hem. Ik schiet alles mis. Go. Dit is een voltreffer. Wat heb je nou weer? Je hebt nu de rocket gepakt. Oké, dan hebben we de rocket ook binnen. En met die rocket kunnen we als het goed is onszelf omhoog lanceren. Juist. Dan kunnen we misschien wel hier omhoog. Oef. Bijna. Oké, zo. Zo dan. Go. Nice. Oké, zo komen we hier bij deze buis. En we hebben nu dus weer een nieuwe level. Pienta Village. Oh, en hier is Chain Jump, jongens. Wow, wat is dit? Moeten we de changeup gaan zoeken tussen al deze paddenstoelen? Hallo? Kan jij me uitleggen wat hier aan de hand is? Hey meneer, denk je dat je ons kan helpen? De huisdieren van de mevrouw hier zo, die zijn behoorlijk vervelend aan het doen. Nee, niet de bijen, die doen normaal. Ja, deze gasten, oké. Gelukkig heb ik een plantenspuit, dus ik weet niet wat ik met hun moet doen. Oh, wacht even. Wat moet ik met hun doen? Oh, ik moet hun staarten eruit trekken of zo. Oh, wacht even. Ik moet ze ergens op richten. Waar gaan we ze op richten? Daarop? Nee, dat was niet per se waar we ze in moeten gooien. Moeten we ze in het water gooien of zo? Hier is water zo te zien. Kunnen ze gewoon dwars door die dingen heen? Door die dozen, door die dingen? Ja, kijk. En inderdaad, het lijkt erop dat dit de bedoeling is, ja. Kijk, hij zit daar te chillen in het water. Zijn dit stiekem gewoon waterbeesten? Hier is nummer 2. Die zit al gelijk hier op de goede plek. Ik moet alleen wel even uitkijken. Kan ik hem nog een keer pakken? Oh, ik kan hem niet nog een keer pakken. Ik moet eerst even hier al dat vuur weghalen. Want anders dan loop ik er zelf in. Dat is niet de bedoeling. Oké, gaat dit werken? Is dit goed genoeg? En nu loslaten? Ja, zo te zien wel. Oké, hier gelijk nummer 3. Hallo, Basie. Hi. Hallo. Ja, kijk, dit is top. Dit is een goede positie. Kijk, dit is wel weer een leuk level, jongens. Alhoewel, die camera, ik weet het niet. Ik kan niet heel goed zien wat ik doe, dus ik hoop dat ik hem nu goed stuur. Ik denk dat ik hem heb. Ja, kijk, 3 zitten er al in. Oh, kijk, nice. Ja, dit was het. Nou, easy. Moeten we alleen nog even een weg vinden naar die paddenstoelen. En dan is het gefixt. Ik denk dat we hierop kunnen. En dat we dat via deze kant wel kunnen doen. Gewoon even zo. Oh, nee, niet gewoon even zo. Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, jongens. Oh, die paddenstoelen die staan ook in de fik. Kijk nou. Oké, let's go. Vanaf deze, op deze. En hoppakeetje. De volgende shine hebben we ook binnen. Deze ging iets sneller dan de vorige, jongens. Deze had ik in een paar minuutjes. Zo te zien heb ik nu in ieder geval alle levels vrijgespeeld. Laten we nog een keer naar Noki B gaan. Of misschien moeten we hier nog wat doen. Misschien kunnen we beter gelijk hier nog een level pakken, want we staan hier nu toch. Il Piantissimo's Crazy Climb. Oftewel, we moeten weer gaan racen tegen Il Piantissimo. Oké, het ziet er nu weer hier weer chill uit. Niet meer vol met lava. Hallo, Il Piantissimo. We moeten naar de vlag. En die vlag is daar boven bij een of andere grote palmboom. Oké, helemaal achterin het level. En we moeten daar komen binnen een halve minuut. Jemig. Oké. Nou, ik weet niet. Je moet me niet in de weg gaan zitten, hè? Il Piantissimo. Ja, we gaan aardig de goede kant op. Nu naar de overkant springen. Oh, wie is sneller? Ah, we gaan echt gelijk op. We gaan super gelijk op, maar ik heb denk ik de binnenbocht. Hopelijk heb ik hem gewonnen. Ja, toch? Ja, we hebben hem. We hebben gewonnen. Dit was super close. Heel nice. Dit scheelde echt niks. Als je dit een vette race vond, doe even dat blauw duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren, jongens. En dan pak ik deze shine even op. En dat is al gelijk nummer 32. Kijk, ik hou meer van als het zo snel gaat. Dit vind ik fijner dan zo'n level waar ik een half uur over doe. Nou, laten we er gewoon nog maar eentje doen dan. Als het toch zo snel gaat. De Goopy Inferno. Oh nee. Moeten we daar naar boven zien te komen? Ik denk het wel. Oh nee. We krijgen weer last van de wind. Oh nee. Auw.
Laat me met rust, joh. Oké, laten we even hier beneden gaan kijken. Als ik hier in ga, waar komen we dan uit? Als ik dit ground pound, ga ik dan kapot? Nee, oké, gelukkig. Eens even kijken. Oké, we moeten sowieso oppassen voor die wezens, denk ik. Oh, hij komt naar me toe. Ga eens van mij weg. Ik zit niet te wachten op jullie. Laat me met rust. Goed zo. Laat me met rust. Jij ook, spin. Laat me met rust. Hopelijk laat deze spin mij ook met rust. Nee. Die had even zin om mij te gaan dwarsbomen. Okay, nu zit ik hier aan vast en dan kan ik... Oh, kijk. Ik kan er hier tegenaan slaan en dan gaan we naar het volgende stukje. Oké. En door. Moet ik hier loslaten straks? Ik moet hier loslaten, denk ik. Oké, laat me los. En dan? Dan moet ik hier op die paddenstoelen, serieus? Oh, wow, hij sprong echt super hard. Dat is niet de bedoeling. Spring gewoon rustig, Mario. Spring rustig. Rustig aan. Okay, recht vooruit nu. Hier mag je even hoog springen. Dat is prima. Dit is toch een grote paddenstoel. Waar moeten we naartoe? Niet naar het uppie. Dat boeit me echt even helemaal niks. Daar komen we vandaan. Dus dat betekent dat we deze kant op moeten. Oké, spring maar alvast op de volgende. Nice. En oké. Even dit goed doen. Zo, ja, oké. Jump, juist. Ja, dan denk ik haast dat we hier op moeten. Holy crap. En dan moet ik hier tegenaan slaan. Dan zit ik nu aan de andere kant. En dan... Oh, hierboven is een up. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Kan ik hier gewoon overheen lopen? Ik heb toch geen idee waar ik nu naartoe moet, jongens. Volgens mij is dit niet de bedoeling dat ik hier oploop, of wel? Nee. Maar kan ik eraan hangen dan? Rip. Oh, wacht even. Ik zie dus dat er een trucje is voor dit level. En voor dit trucje moet je naar de linkerkant. Dan moet je even hier naartoe lopen en dan hier over het randje proberen te lopen. Dat is niet heel makkelijk, denk ik. Even kijken. Oh, je kan ook... Ah, kijk, je kan ook gewoon zo. Nice. Oké, go. Top. Dan loop je om deze boom heen. En dan doe je dus zo'n jump spin. Dit moet wel even goed gaan trouwens. Oké, ik zie dat dit sowieso moeilijk gaat worden. Oké, ik weet niet of me dit gaat lukken. Oké, dit is goed genoeg. En dan klim je helemaal naar boven. Dan loop je op dit blad. Dan doe je een spin jump naar... Oh, naar deze. Oh, of geen spin jump. En dan spin jump je ook naar deze. Of je springt gewoon normaal. En nu vanaf deze plek kan je dus naar die paddenstoel daar spin jumpen. Oké, ik heb nu een spin jumpie. Ik denk ik probeer het gewoon in één keer. Ja, dit lukt ook. Nice. We hebben hem. Dit is dus hoe je dit level in de maling neemt, jongens. Oh, er gebeurt nog van alles. Oh, wacht even. Ik moet wel opschieten. Dan komt hier allemaal shit naar beneden namelijk. Nu moet ik alleen nog even hier bovenop zien te komen. Oh, maar dat kan wel. Ja. Nee. Ja. Oké. Nu moeten we hem schoonmaken. En met hem praten. En dan hebben we de shine binnen. En daar is die, de shine. En dit is dus eigenlijk hoe je dit level gewoon compleet in de maling neemt. Oké, nou niet slom eraf vallen. Dat doe ik namelijk ook nog wel eens. Hoppakee. Ja. Nice. Ik heb dit level gewoon gecheat. Als je dit nou een vette video vond, jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Laat me weten of jij dit ook gaat proberen en of dit jou ook is gelukt. En vergeet sowieso niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.